Ja, Frank Olijven, teleurstellende avond voor jullie. Het zat er weer niet in. Hè? Was hetzelfde als afgelopen woensdag? Ik denk je dinsdag bedoelt. Niet hetzelfde, want je komt hier in de eerste helft al met z'n tienen te staan. Het verschil is, jullie creëren eigenlijk geen kansen nu, hè? Nee. Maar ja, als je ziet hoe wij de eerste helft hebben gespeeld, dan heb je qua... qua slordigheden die wij met name de eerste helft hebben laten zien, heb ik nergens recht op. Dus dan maakt niet uit tegen wie je speelt. Maakt niet uit wie je bent, maakt niet uit wie wat voor wedstrijd het is. Maar als je bal over een paar meter, als dat dan vaak niet goed gaat, dan houdt het gauw snel op. En als je dan met z'n tienen komt te staan, dan... wordt helemaal moeilijk. 1 minuut later lig je erin. Dus. Staat er dan gelijk niet goed? Is dat, want hij is natuurlijk ook je laatste man. Ligt er dan gewoon open? Ja, dat is... makkelijk? Moeilijk te zeggen. Ja, dat is nu moeilijk te zeggen. Moet ik de beeld even terugkijken. Wat wel het geval was natuurlijk, hij kreeg de tweede gele kaart. Die eerste was ook al op het randje. Het was een harde tackle inderdaad. Ja, weet je, beslissing van de scheidsrechter. Uiteindelijk moet je daarmee doen. Logisch dat ze protesteren natuurlijk. Lauwe wedstrijd op dat moment, ontbrand. Ja, klopt. Ik denk dat wij wel heel veel de bal hadden. Het balletje wel rond lieten gaan met onze slordigheden. Dat is wel jammer. En dan zie je zelfs nog met 10 tegen 11 dat wij... in de eerste helft nog de laatste kwartier toch nog heel veel de bal hebben. Kleine steekjes kunnen laten zien, maar ja, het is gewoon niet genoeg. Ja, want die domper kwam natuurlijk vlak voor rust door die tweede treffer, waar zij zich wel heel makkelijk tussendoor voetbalden. Ja, klopt. Dat is ook een beetje een stukje medogeloos zijn daar zo. En helemaal je eigen 16 mag niet gebeuren. Dan de tweede helft. Ja, dan gebeurde lange tijd helemaal niks eigenlijk. Tot die slotfase. Had je nog zoiets van die 3 die valt nog? Nou ja, als je ziet hoe makkelijk die 2 vielen, dan zouden we denk ik die derde zouden zomaar eens achteraan kunnen vliegen. Volgens mij hadden we nog een kans. Maar heb je er dan recht op? Hè? Ik denk dan wel, Stef, die krijgt dan eindelijk een keer de kans denk ik, om te schieten. Denk soms waarom niet vaker die dreigende actie naar binnen? Kijk, hij heeft natuurlijk vandaag wel een beetje vrije rol in de tweede helft. Stond hij ook spits natuurlijk, dus daar kom je wat minder van de zijkanten. Een van jullie volgers schreef in de chat van Hoogeveen weet wat de wedstrijd doodmaken is. Is dat een verwijt richting jullie, dat jullie dat voorgaande wedstrijd misschien niet doen? Dat we de volgende wedstrijd niet doen. Supportersparaat misschien, maar... Ja, daar kan ik niks mee. Nee. In ieder geval, afgelopen weekend klein opleven tegen Kampong. Maar al met al teleurstellend tot nu toe, hè? Ik had naar de rest van Kampong. En ik vond ook dat tegen IJsselmeervogels eigenlijk behoorlijk speelde. Eerste helft hadden we geen kans weggegeven. Hebben wij 3 hele grote kansen. En hoor je eigenlijk gewoon een voorsprong te staan. En dan kom je door een... volgens mij uitgevallen corner, sta je 1-0 achter. Zwaar tegen de verhouding in, maar ja, dat is nu eventjes wel waar we in zitten. Ja, zo staat DVS niet bovenin, maar onderin. Dat is de realiteit. En we moeten gewoon elke dag weer keihard werken om daar weer uit te komen. En de kwaliteit hebben we. En de routine toch ook? Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Succes verder. Cool.